De energieprijzen reizen de pan uit. Informatie over het verduurzamen van de woning is daarom nu extra welkom. In Dees stond dinsdag een energiebus van adviesorganisatie Spectrum om met mensen over verduurzaming te praten. Het idee is ontstaan tijdens corona. Dat bij een bus kon je buiten staan, afstand gehouden en inderdaad 1,5 meter afstand in acht nemen. En nu merken we eigenlijk dat die buurthuizen, dorpshuizen en vergaderzalen zijn allemaal alweer open. Maar dat zo'n bus toch ook nog steeds daarnaast heel goed werkt. De bus maakt onderdeel uit van een informatiecampagne van de gemeente Druten. Daar hebben mensen behoefte aan. Het mooie is dat toen wij vorige week mensen spraken op straat, is dat we toch van veel mensen wel terug hoorden van goh, wat goed dat de gemeente dit doet. Wat goed dat er aandacht is voor het thema energiebesparen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de gasprijzen natuurlijk gigantisch de lucht inschieten. En dat mensen daar ook vragen over hebben en oprecht zich ook zorgen maken of hoe ze nou uiteindelijk straks rond kunnen gaan komen op het moment dat er inderdaad energie voor energie betaald moet worden. Verduurzaming is niet zo makkelijk. Enerzijds omdat het erg duur is, anderzijds dat het moeilijk is om aan een hybride warmtepomp te komen. Ik hoorde pas iemand vertellen die zei ik wilde wel eentje bij mijn huis en die had dan van de installateur te horen gekregen dat hij een jaar moest wachten. Omdat er gewoon enorme wachttijden zijn, ook vanuit de installatie- en aannemersbranche, om inderdaad datgene voor elkaar te krijgen wat je eigenlijk zou willen. En dat is natuurlijk jammer. Dan hebben mensen de keuze gemaakt om dat te doen en dan krijgen ze het niet voor elkaar omdat er niemand is die het voor elkaar kan boksen. Dus dat zijn echt wel uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. Om inwoners toch een klein beetje op weg te helpen, krijgt iedereen na afloop een gratis product mee. Waaronder een tochtstrip of een ledlamp. Deze mensen die hier net kwamen, die kwamen heel bewust voor de ledlamp. Omdat ze alle andere dingen al in huis hadden aangebracht. Ja. De bustour gaat nog een paar weken door. Het programma staat op de site van de gemeente Druten.